hou mijn hart al vast. Vroeger was mijn, dus René's leven. Bij alles bij mijn denkt u René. Vroeger was mijn leven saai en dacht ik vaak aan zelfmoord. Voorbij, sinds ik het woord heb gehoord. Ik heb het woord van Toon. Hij zei, je moet gewoon gaan schilderen. En het helpt echt, dat schilderen. Nu kan ik mezelf van binnenuit bevrijden. Zware depressies effectief bestrijden. Verf is de geleider van verheven gedachten. Verf mobiliseert mijn innerlijke krachten. Oh ja, ik schilder, net als Jeroen Krabbe en Robin de Vilder. Ja, ik schilder, net als Carrie Tefsen, net als Annie Schilder. Ik schilder. Net als Ria Valk. Ja, die van Bosjes op mijn Bosjes, die maakt zelfportretten. Ik schilder. Binnenkort ga ik het maken. Binnenkort word ik bekend. En mocht dat nou niet lukken, dan stel ik net als die andere Vincent mijn oren af. Ja, ik schilder. Ik schilder. Ik schilder. Ik fotografeer. Of ik maak beeldhouwwerken. Nou, ik hoop dat u dit als een beetje inspiratie kunt gebruiken om hier te gaan genieten van dit ongelooflijk verrassende, veelzijdige werk. En nogmaals, to see or not to see, that's the question. Kijken, kijken, kijken. En wie weet ook wel kopen. Dank u wel. UBS volgt de Gay Pride, verschillende activiteiten. En nu zijn we aangekomen bij de ABC Treehouse. Ik je voorstellen en een beetje vertellen over hoe je kunstwerken tot stand zijn gekomen. Okay, nou, mijn naam is Johan van Breukelen en ik werk, dat is mijn werk. Ik ben gefascineerd door spiegelbeelden. Zo. En mannen, en die combinatie, dat is hier zichtbaar. Het zijn spiegels die vervormen. Dus het is een hele heel prachtig model. Dat is voor mij niet... helemaal niks van over. Nee. Hij hangt hiernaast ook prachtig. Heel symmetrisch gezicht. En de fotograaf was helemaal gefascineerd door de symmetrie, maar ik ben gefascineerd door de vervorming. Zo. Er vallen heel veel verhalen over te vertellen, maar dat ga ik niet doen. Maar ik vind het vooral interessant wat degene die het ziet. Wat die ziet. En zo leuk hoe verschillend dat is. Ja, want je kunt eigenlijk aan de... Het kan een spiegel zijn, het kan water zijn, het kan Adobe Photoshop zijn. Ja, kan, dat is het niet. Dat is het allemaal niet. Het is geen water, het zijn wel spiegels, het lijkt op water. Maar ik Photoshop doe het niet. Ik vind het leuk om iets te creëren in het moment. Ja. Om in interactie met het model... Ja, dan ontstaat het op een gegeven moment, de magie. Ja. Zo. En bij iedereen is het weer anders, want ik ben op zoek naar wat mensen willen laten zien. En samen gaan we dan zoeken. Ik heb natuurlijk wel bepaalde ideeën. Dus zoals hier dacht ik iets met affiches en beweging. Dat heb je al gauw, hè, beweging in die spiegels. Maar, nou, dit was het moment. Nou, welke is je eigen favoriet? Nou, dit is wel een favoriet. Die is al wat ouder. Die staat ook op mijn naamkaartje. Ja, dat vind ik wel grappig. Maar die illustreert ook wel de mogelijkheden. Ja, precies. Maar dit is mijn laatste, die is 3 weken geleden gemaakt. Gebaseerd op Picasso. Dat is echt een bestaand motief van Picasso. Toen kwam het model zelf mee. Dat was een jongen die gewend is om te poseren voor tekenclubs. Die dacht, ik wil een keer iets interactiefs doen. Ja. En ook iets erotisch. Nou, dat is gelukt. Dat is voor hem al opwindend, maar precies. Ik heb hem beschilderd in een tekening van Picasso. Nou ja, een ander ziet er weer wat anders in, hè? Maar voor mij is dat wel een leuk uitgangspunt om dan iets nieuws te laten ontstaan. Ik kan me voorstellen, als een hele mooie jongen dan daarna het kunstwerk ziet, is hij dan blij of is hij dan teleurgesteld? We spreken meestal af van het leuk als iemand poseert om ook voor je eigen archief iets te hebben. Dus ik maak ook wel foto's die op de grens zijn. Dat zijn bijvoorbeeld foto's die op de grens zijn. Dat zijn gewoon rechtstreeks foto's, wel in een spiegeldecor. Maar die zijn voor mijzelf ook op de grens, want het is heel gauw... Ja, mooi poseren. Dat vind ik niet zo interessant. Kijk, deze jongen was heel expressief. Hij was ook een danser, een acteur. Dus hij was heel beestachtig aanwezig. Ja, dit wordt al heel gauw mooi staan. Zo. Dus de Grossi-fotografie, die ga je een beetje uit. Dat die dan mij besteedt. Ik ben ook schilder. Ik schilder abstract. Ja. En eigenlijk is dat mijn passie. Dus dat komt hier nu samen? Ja, eigenlijk komt er iets van theater en licht samen. Zo ben ik oorspronkelijk begonnen. Voor mij zijn iedere keer kleine theaterproductietjes. Om met een heel simpele middelen decor te maken en met een model samen te zoeken, te improviseren. Niet poseren. Goeie opkomst. Dus, Ja, maar het is helemaal goed. Okay. Dank je. Bedankt. Ja, jij bedankt.
niet. Ik schilder nu sinds 4-5 jaar serieus. Dus vrijwel fulltime. En ja, ik ben ooit begonnen met heel abstract werk maken om gewoon te leren omgaan met verf. En, maar al snel bleek dat ik gewoon veel meer plezier had om realistischer te schilderen. Mm-hmm. En dit is het resultaat tot nu toe. Ja. En hoe vind je het om tijdens Gay Pride hier te exposeren? Nou, het is altijd een beetje vreemd om binnen zo'n kader in één keer gepresenteerd te worden. Omdat je dan, ja, zo'n schilderij is natuurlijk helemaal niet bedoeld als, als een, weet ik veel, een kritiek op homoseksualiteit. Of dat het, maar goed, ik ben homo en ik maak kunst en dat is er natuurlijk ook zichtbaar in. Dat kan bijna niet anders. En, ja, ik heb hiervoor voor deze tentoonstelling ook wel schilderijen uitgezocht die goed in het thema passen. Ja. Ja. Dus mannen, naakt. En, wat zijn normaal jouw thema's? Heb je bepaalde thema's? Nou, ik schilder heel veel portretten ook. Dus gewoon mensen. En de laatste tijd probeer ik eigenlijk wat minder realistisch te schilderen en gewoon wat meer naar kleur en vorm te kijken. Dus ik ben met zoiets als deze heel blij, omdat het gewoon ik alle tijd heb om gewoon te concentreren op kleur en vorm en wat minder zorgen te maken over dat iemand zichzelf herkent of dat het ergens op lijkt. En dat vind ik nu interessanter. Okay. Zijn dit fantasiefiguren of zijn dit Het zijn bijna allemaal vrienden van mij, kennissen, mensen die ik gevraagd heb om model te staan. Ja. Vind je dat je mooi eruit ziet dan normaal? Ja, ik vind het goed. Homokunst, er worden geen doekjes over gehangen. Het is prachtig gefotografeerd. En ik vind blij dat een kunstenaar die gay is, ook in zijn sector kan doen wat hij wil, fotograferen. Ja, kijk, happy to be. Het is ook zo'n liedje, happy to be together, toch of zo? Ja, happy to be, the place to be, hè, tijdens de Gay Pride. Nog tot en met 31 augustus. Hij wordt waarschijnlijk wegens succes ook geprolongeerd, maar... Eerst blijven komen tot 31 augustus. Gratis toegang is ook heel belangrijk om te vertellen. Is dat zo eigenlijk? Ja. Gratis toegankelijk.